De Pan American Health Organization, PAHO, roept ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs op de gezondheid van studenten en hun gemeenschappen in Noord- en Zuid-Amerika te verbeteren. Deze oproep is een onderdeel van de 2019 Wellness Week campagne. Dat meldt de internationale organisatie in een persbericht. Een gezondheidsbevorderende school richt zich namelijk niet alleen op het aanmoedigen van gezond gedrag door te zorgen voor gezond eten en lichamelijke activiteiten. Het richt zich ook op het creëren van condities die bevorderlijk zijn voor de gezondheid, beleid op school en samenwerking met verschillende partners binnen de lokale gemeenschap. PAHO-directeur Carissa Etienne laat optekenen dat gezien scholen kunnen dienen als vitale drijfveren voor ontwikkeling in hun gemeenschap, het noodzakelijk is dat een ieder overweegt samen te werken met de onderwijssector. Het doel daarbij zal zijn het bereiken van gezondheid voor een ieder. Dit jaar wordt de Wellness Week gelanceerd op de PAHO-hoofdkantoor in Washington, D.C.